VHP-parlementariër Rajinder Kumar Debi roept de regering op om zich te houden aan de publicatieregels als het aankomt op gronduitgifte. Deze oproep deed hij gisteren in de Nationale Assemblée tijdens de begrotingsbehandeling over het dienstjaar 2024. De samenleving moet controle kunnen uitoefenen bij gronduitgifte. Echter weigert de regering volgens Debi zich hieraan te houden. Voorzitter, met betrekking tot de publicatie van grondaanvragen en toewijzingsbeschikking heb ik tijdens de begrotingsbehandeling van het begrotingsjaar 2023 en ook enkele malen tijdens de roes aan de orde gesteld. De minister had toen hier in uw college aangegeven dat zij volgens de procedure zou handelen, maar tevergeefs. Voorzitter, in de anticorruptiewet van 2017 is de kredietuitgifte domeingrond gewijzigd en stelt verplicht om alle grondaanvragen voor de uitgifte en uitgifte van toewijzingsbeschikking te publiceren. Dit is de controle die de samenleving moet uitoefenen op de gronduitgifte. De regering weigert hieraan gevolg te geven. Voorzitter, de anticorruptie was steeds toegepast door de rechterlijke macht. Waarom dan niet door de regering op dit stuk is de vraag. Debi roept de minister die belast is met gronduitgifte op om strikt de hand te houden aan de wet, met name de publicatieplicht. De wetgever heeft voor wat betreft gronduitgifte duidelijke regels gesteld om deze zo transparant mogelijk te maken en zoveel mogelijk corruptievrij te doen geschieden. Transparant zonder names en visies. De publicaties zijn bedoeld als controlemechanismen. Voorzitter, de vraag aan de regering, de minister van GBB is, waarom wordt de anticorruptiewet met betrekking tot de procedures voor gronduitgiften niet toegepast? Graag duidelijk hierin, voorzitter. Debi benadrukt dat de samenleving op het stuk van gronduitgifte controle moet kunnen uitoefenen.